Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag een make-up en kletsen video opnemen. Want er zijn gewoon heel veel dingen wat ik met jullie wil bespreken. En ik dacht van ja, alleen zitten en praten is ook zo saai. Dus ik ga gewoon mijn make-up doen. Ja, laten we maar snel gaan beginnen. Ik heb hier als eerste even een haarbandje. Want ik haat het als mijn haar zo in mijn gezicht hangt. Dus ik ga nu eventjes een kind van 4 lijken. Maar ja, het is gewoon chill en handig. Daar staat trouwens mijn spiegel. Dus als ik daar naar kijk, dan weten jullie waarom. Oh, ik lijk echt een klein kind met dit op mijn hoofd. Maar goed, in ieder geval. Ik begin met de foundation. En deze van Catrice. Ik weet niet of ik van alles ga opnoemen wat ik gebruik. Want het is toch allemaal niet zo boeiend. Dus ja. Nou, in ieder geval waar ik het met jullie over wilde hebben. Ik krijg de laatste tijd best wel vaak de vraag van Pam, wat doe je nou eigenlijk precies? Wat is je vooropleiding nou precies? En moet je niet naar school? Ga je volgend jaar studeren? Ik snap ook best dat jullie je afvragen van, hey Pam, wat ga je nu eigenlijk doen met je leven? Want nou ja, voor de mensen die het niet weten, ik zit nu inmiddels alweer in mijn tweede tussenjaar. Ik ben 2 jaar geleden geslaagd voor mijn HAVO. Ja, ik doe dus nu al 2 jaar een tussenjaar. Dat betekent dus dat ik eigenlijk gewoon niet naar school ga. Ik doe geen studie. Ik ben van maandag tot vrijdag gewoon thuis. En mensen vragen ook vaak, ja Pam, werk je dan? Maar waar jullie nu naar kijken, dat is eigenlijk mijn werk. Vind ik super leuk om te doen. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje waar ik me de hele week mee bezig hou. En dan natuurlijk ook met de vooropleiding waar ik veel huiswerk voor heb. Want ik zeg heel vaak tegen jullie, ja, ik moet morgen weer naar school. Dat is dan op zaterdag. En echt, volgens mij snapt echt niemand van jullie van wat het nou allemaal precies is. Want ik zeg net dat ik naar school ga, maar eigenlijk heb ik een tussenjaar en ga ik dus niet naar school. Dat is natuurlijk heel verwarrend, maar ik noem het gewoon school. Omdat, ja, voor mij is op zaterdag de vooropleiding een beetje mijn school. Nou, voor de mensen die echt totaal niet weten waar ik het over heb. Ik doe dus een vooropleiding in Tilburg. Ik woon in Noord-Holland, dus dat is niet om de hoek. Maar ik doe een vooropleiding voor musical, want dat wil ik heel graag gaan doen later. Ik doe de vooropleiding muziektheater op Fontys. De vooropleiding muziektheater is de vooropleiding voor de HBO-opleiding muziektheater. Heel ingewikkeld, maar daar moet je gewoon ook auditie voor doen. Ik heb 2 jaar geleden daar dan voor het eerst auditie voor gedaan. Toen eigenlijk gewoon voor de HBO, maar daar was ik nog niet goed genoeg voor. Of nog niet helemaal klaar voor. En dan sturen ze je eerst naar de vooropleiding. Daarvoor moet je dus ook gewoon auditie doen. Is ook gewoon een hele strenge selectie. Dus je moet het zeg maar niet zien als een gewoon theaterschooltje of zo. Het is wel echt, je moet er echt voor aangenomen worden. Er zijn heel veel aanmeldingen voor. Dus ik doe daar nu al voor de 2e keer de vooropleiding. Vorig jaar ben ik helaas weer niet aangenomen op de vakopleiding. Op de HBO. Ja, je moet begrijpen, er doen ongeveer 400 mensen auditie voor deze opleiding. En er worden er maar 10 of 12 aangenomen. Nou, je begrijpt wel dat dat gewoon heel weinig is vergeleken met de aanmeldingen. Je moet gewoon heel goed kunnen zingen, je moet heel goed kunnen acteren, je moet ook kunnen dansen. En je moet gewoon een beetje, ja, ja, je moet maar net een beetje in het plaatje passen wat zij op dat moment zien van, van wie ze willen aannemen, zeg maar. Zo ingewikkeld om uit te leggen aan mensen die misschien, waar jullie misschien helemaal niks van begrijpen. Maar ja, in ieder geval, dat doe ik dus nu al voor het 2e jaar. Dus ik ga elke zaterdag naar Tilburg en daar heb ik een vooropleiding. Ik ben nu al 100 jaar aan mijn foundation aan het stippen, maar ik ben al lang al klaar. Daar doe ik dus de vooropleiding nu en het is echt super leuk. Ik vind het echt mega, mega leuk om elke week weer heen te gaan. Tuurlijk is het ook ergens heel spannend. Ik heb net de eerste ronde gehad, wat heel erg goed is gegaan. Ik ben door naar de 2e ronde. Die is pas eind mei, dus dat duurt nog even. Dus ja, tuurlijk is het ook heel erg spannend. Want ik doe nu voor de 2e jaar de vooropleiding. En dat betekent dat je niet nog een jaar de vooropleiding mag doen. Dus dat houdt in dat ik nu toch echt wel moet aangenomen worden op de opleiding. En dat wil ik ook echt ontzettend graag. Ik heb ook heel erg het idee dat ik er op dit moment gewoon echt wel echt klaar voor ben. Vorig jaar, of tenminste nu zie ik wel in dat dat vorig jaar misschien nog toch nog net even minder was. Dat ik toch net nog even wat jonger was. Maar nu heb ik toch wel echt door dat ik gewoon echt heel graag wil. En dat, ja, ik weet niet. Ik geef echt elke week echt weer 1000% van mijn energie. En ik wil het gewoon zo graag. Ik vind het zo ontzettend leuk om te doen. En ik wil het gewoon echt heel graag. En nu zullen jullie allemaal wel denken van ja, goh, maar ja, al die andere 400 mensen willen het ook. En dat is ook zeker waar. En dat is ook wat het zo intens spannend maakt.
Want je bent niet de enige die zeg maar kan zingen en kan dansen en kan acteren. En dan komt de tweede struggle. Ik heb zeg maar geen plan B. Ik wil gewoon zo graag naar deze opleiding. En er is gewoon niks anders wat mij aanspreekt. En ik krijg daar soms best wel een beetje stress van. Dan denk ik, ja, wat nou als ik nu niet word aangenomen? Dan heb ik gewoon weer geen studie. Maar ik heb heel erg veel met mijn moeder er ook over gepraat. En we hebben gewoon heel erg besloten van Pam, je gaat nu gewoon met 1000% voor deze studie. En mocht het niet lukken, dan zien we het dan wel weer. Want ik vind heel erg tegenwoordig dat het soort van, het is heel erg het plaatje van je moet studeren en je moet het. En het kan echt niet dat je weer een tussenjaar bla bla bla. Maar als ik gewoon echt voor deze studie wil gaan en niks anders leuk vind, waarom zou ik me dan nu nog ook eventjes lekker gaan lopen druk maken over het feit dat ik nu een plan B studie moet zoeken terwijl ik gewoon niks leuk vind? Weet je, het is zo ingewikkeld allemaal. Ik word er elke keer zo moe van als ik erover nadenk. Dus ja, ik heb nu gewoon, ik heb trouwens echt een wondje op mijn lip, kijk. Ik heb nu gewoon heel erg afgesproken met mezelf van, yo Pam, je gaat gewoon met 1000% voor deze opleiding. En je gaat het gewoon halen. Tuurlijk, ik beslis het niet, maar ik ga er gewoon voor, snap je? Ik ga gewoon mijn volle 1000% hierin stoppen. En meer kan ik niet doen. En ik wil gewoon, in ieder geval, dat als ik straks die audities heb gehad, dat ik gewoon denk van, ik heb alles gegeven wat erin zat. Weet je wel? Heel verhaal, maar daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Ik wil deze opleiding gewoon doen. En het moet gewoon lukken dit jaar, want oh, ja, dat is een beetje mijn leven op dit moment. Ik moet wel zeggen, ik ben pittig klaar met mijn tussenjaar. Ik vind het aan de ene kant heel chill, want ik kan lekker doen wat ik wil en lekker mijn eigen tijd inplannen en dat soort dingen, wat ik heel vrij vind. Maar aan de andere kant zit ik ook echt heel vaak thuis en denk ik, wat moet ik nou weer eens gaan doen vandaag? Of dan lig ik 's avonds in bed en denk ik, nou, morgen weer een nieuwe dag. Weer lekker hetzelfde. Ik mis het wel heel erg om gewoon onder de mensen te zijn. Dat mis ik heel erg. Verder vind ik het eigenlijk best wel chill, maar ik ben natuurlijk best wel vaak alleen. En ik ben op zich wel een persoon die het leuk vindt of fijn vindt om alleen te zijn. Maar ik vind het ook heel fijn om tussen de mensen te zijn. Dus ja, oké, nu moet ik even mijn bronzer doen en dat kan ik niet als ik praat. Dus dit lijkt nu zo heftig op de camera, maar dat is in het echt dus niet echt, maar oké. Maar ja, weet je, dat is dus een beetje wat er gaande is in mijn leven op dit moment. Ik krijg er echt super vaak vragen over. Dus ik hoop dat jullie het nu een beetje begrijpen. Ik ben even inspiratieloos. Ik ga gewoon even door met mijn make-up. Ik heb een nieuw paletje van de Modern Renaissance van Anastasia. En het is echt zo'n mooi palet. Echt, I love it. Dus ik ga er even een lookie mee maken nu. Ik heb het belangrijkste van deze video nu eigenlijk wel verteld. Dus ik ga even snel mijn make-up afmaken en dan kom ik bij jullie terug. Kunnen jullie de hele look even zien. Nou, dit is eigenlijk een beetje wat ik altijd doe qua make-up. Ik hoop dat jullie in ieder geval nu wat meer snappen wat ik nou eigenlijk precies doe met mijn leven. Ik hoop dat jullie het snappen. Mochten er nog vragen over zijn, laat het dan eventjes achter in de reacties. Dan antwoord ik daar nog even op. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!